Water. Het is voor alle mensen van levensbelang. Maar kan ook levensbedreigend zijn. Zoals in 1916, toen grote delen van Nederland rondom de Zuiderzee overstroomden. Dit was de reden om het plan van Cornelis Lely, minister van Waterstaat en ingenieur, tot uitvoering te brengen. Het was een groots plan dat hij jaren daarvoor al bedacht had. Het droogleggen van een deel van de Zuiderzee om de mensen beter te beschermen tegen het water en ruimte te maken voor landbouwgrond. Zo werd er in 1927 begonnen met het bouwen van de afsluitdijk om het water af te scheiden van de zee. Zorgvuldig werd het grote plan stap voor stap uitgevoerd. Alles was uitgedacht. Zelfs welke bewoners het beste pasten in bepaalde gebieden. Zij werden trotse pioniers in eigen land. Vanaf de zeebodem ontstond de provincie Flevoland. Een landschap gemaakt door slimme ingenieurs, volhardende bouwers en avontuurlijke boeren. Toen Flevoland klaar was, bleek dat sommige plannen op papier beter werkten dan in de praktijk. Dat stelde de bewoners en bestuurders van Flevoland voor nieuwe uitdagingen. Daarnaast wordt het gebied elke dag bedreigd door het hoge water. Zodat een systeem van pompen er continu voor moet zorgen dat de bodem precies droog genoeg blijft. Maar de Flevolanders zouden geen Flevolanders zijn als ze niet vol goede moed hun gebied blijven koesteren en verbeteren. De tekenlijnen van het papier zijn tot leven gekomen. En natuur, leven en werken zijn steeds beter met elkaar in evenwicht. Zorgen dat het gebied voor de volgende generaties behouden blijft en steeds mooier wordt, is de uitdaging van de pioniers van nu. Zo wordt er hard gewerkt aan het vruchtbaar houden van de landbouwgrond en worden de dijken en de kwaliteit van het water zorgvuldig in de gaten gehouden. Met het veranderen van het klimaat zijn er grote verschillen tussen droge en natte periodes die met slimme technieken moeten worden opgevangen. En omdat Flevoland een bijzondere watergeschiedenis heeft, wordt ervoor gezorgd dat belangrijke plekken en gebeurtenissen de aandacht krijgen die ze verdienen. Dit alles gebeurt samen met de bewoners en ondernemers van Flevoland, die hun gebied als geen ander kennen. Zo blijft de provincie in beweging en kunnen mensen, natuur en bedrijvigheid zich ondanks, maar vooral dankzij het water, in de toekomst blijven ontwikkelen. Want je kunt het water wel uit Flevoland halen, maar Flevoland niet uit het water. Wil je nog dieper in het Flevolandse water duiken? Kijk dan op www.flevoland.nl.